Staan hier bij Frankie de Gent. Frankie, je bent vroeger wielrenner geweest. Ja, vertel eens. Ja, ik heb dus geluk gehad van 10 jaar prof te mogen zijn. Tot 1983 was mijn laatste jaar. En ik mag toch zeggen dat ik knecht geweest ben bij IJsburke, Frans Verbeek, bij Tiarelli met Jaraas en Kuiper, etc. Joop Zoetemelk ook. En dan 2 jaar Vermeer Thijs met Michel Pollentier. En dan mijn laatste jaar met Jacques Jarenhout, met Kuiper, Erik van der Aarde, neerprof. En de papa van Mathieu van der Poel, Adrien van der Poel, was toen ook kopman in de ploeg ook. Je hebt ook wedstrijden gewonnen? Ik heb een 12-tal wedstrijden gewonnen, waaronder mijn mooiste, dankzij één de ploeg. En ook dankzij Jaraas. Ik heb Ster van Bessijs gewonnen, waar de ploeg en Jaraas zich 100% voor mij hebben opgesteld dat ik die kon winnen heb. Je bent hier op de Primus Classic. Doe je nog iets in verband met de wielersport? Jawel, ik doe fietsbegeleiding bij Bidong Tui. Eerst ervoor jaren bij Baguin, zaliger, jammer genoeg. En ik amuseer mij, ik fiets heel gaarne. En ook bij Bike van Andalusia in Motril met José de Kouwer, waar José participeert ook. En het is mooi fietsen. Ik zeg altijd, de fiets is de cement tussen mensen, die brengt mensen samen. En dat is het mooie van de fiets. Wat doen jullie in feite in jullie organisatie? Wij doen fietsvakanties in Calpe, in Mojacar en nog op verschillende plaatsen met Bidong. En ook in Motril met Guido Haantjes bij Bike van Andalusia. En dat is met mountainbike iets heel speciaal, ook heel leuk en plezant. Jullie hebben een website waarschijnlijk? Die hebben allemaal een website en die kunnen dat bekijken op Bike van Andalusia en bidong.be. Oké, een klein vraagje nog. Wie wordt wereldkampioen volgende week? We staan hier op de Primus Classic. Maar wat verwacht jij van het wereldkampioenschap voor de Belgen? Ik ben enorm grote fan van Wout van Aert. Alleen door zijn bescheidenheid. Hij is een heel bescheiden jongen die als kopman zo zich instelt voor de ploeg. Vandaar ben ik zo'n grote fan van Wout. Maar ook van Remco. En Remco eigen ze een beetje een dikke nek toe, maar Remco is geen dikke nek. Hij is een heel eenvoudige jongen. Alleen moet de jongen tijd krijgen voor een beetje zijn weg te vinden in dat gebeuren. Maar hij gaat er komen, ik ben er 100% zeker van. Wie wordt wereldkampioen? Wout van Aert. Oké. Veel plezier nog hier in de Primus Classic. Dank je. Dank je wel. Ja.